Na de berichten over de overstroming in het Marowijne- en Tapanahoni-gebied in Oost-Suriname heeft de regering binnen korte tijd speciale hulp ingezet. Met het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbestrijding, NCCR, is er een plan uitgewerkt hoe de hulpbehoevende burgers tegemoet te komen. Ook bedrijven die actief zijn in de omgeving van de getroffen gemeenschappen schieten te hulp. Het gaat om het bauxietbedrijf Suralco en de goudmijnondernemingen IAMGOLD en Newmont. Volgens het kabinet van de president is er overleg geweest tussen president Desiree Bouterse, minister Ronnie Benschop van Defensie, zijn collega Edgard Dikan van Regionale Ontwikkeling en het NCCR. Het staatshoofd stelt alles in het werk om gericht noodhulp te doen plaatsvinden. Mogelijk zal er ook een beroep worden gedaan op de samenleving om de nood te helpen lenigen. De regeringsdelegatie heeft intussen polshoogte genomen in de gebieden. Gelet op de ernst van de situatie is er vandaag ook een spoedregeringsvergadering bijeengeroepen. Na deze vergadering heeft het staatshoofd de media te woord gestaan en nogmaals een beroep gedaan op de gemeenschap om de getroffen bewoners te hulp te schieten. Het gaat om bijkans 5000 gezinnen die deze hulp dringend nodig hebben.